grafieken en tabellen zijn manieren om gegevens te presenteren, bijvoorbeeld onderzoeksgegevens. Een grafiek laat een beeld van een situatie of een verloop van een ontwikkeling zien. Een tabel is meer geschikt om beschikbare cijfers overzichtelijk weer te geven. Ook kun je met een tabel makkelijker berekeningen uitvoeren. Je zult uit ervaring wel weten dat je grafieken en tabellen in vrijwel elk schoolboek tegenkomt. Stel, je hebt een onderzoek gedaan en je zoekt een manier om je resultaten op een overzichtelijke manier te presenteren. Dan gebruik je dus een grafiek of tabel. Oké, een voorbeeld. Door goed op internet te zoeken, heb je de gemiddelde jaartemperaturen van de afgelopen 200 jaar gevonden. En die heb je in een tabel gezet, bijvoorbeeld in Excel. Je wilt nu laten zien hoe heftig de stijging van de gemiddelde jaartemperaturen is geweest. Een grafiek kan dan erg goed helpen. Op de x-as, de horizontale, zet je de onafhankelijke variabelen. De cijfers die niet veranderen, in dit geval de jaartallen. Op de verticale y-as komt dan de temperatuur per jaar. Natuurlijk kijk je eerst even naar de hoogste en de laagste temperatuur om te weten waar de temperaturen tussen variëren. Als je echt een pro bent, dan kun je daarvoor de tabel gebruiken. Je maakt op de y-as dan ook een indeling waarbij je wat ruimte laat onder de laagste en boven de hoogste temperatuur, omdat het anders wat raar eruit kan zien. En dan vul je de gegevens uit de tabel in. Zo zie je dat de gemiddelde jaartemperatuur inderdaad stijgt. Zoals ik net al liet zien, een spreadsheetprogramma als Excel is super makkelijk. Je moet natuurlijk wel weten hoe je het moet gebruiken, maar als je dat weet, dan kun je echt bijna alles ermee. Ja. Eerst verzamel je de gegevens die je dan in een tabel zet. En als je alles ingevuld hebt, dan kies je voor de beste grafiek om je gegevens te presenteren. Stel dat je hebt onderzocht wat voor broodbeleg je klasgenoten lekker vinden en dat wil je in een grafiek zetten. Als je dan wilt weten hoe de percentages per belegsoort zijn, kies je bijvoorbeeld voor een cirkeldiagram. Oké, dat lijkt misschien allemaal wat ingewikkeld, maar ga er maar eens voor zitten, dan leer je het vanzelf wel. En mocht het niet lukken, je kunt natuurlijk al het bovenstaande ook gewoon met pen en papier en veel rekenwerk doen. Maar hé, dit is les 2.0, hè? Nee. Of niet? En nu het makkelijkste, tips om op te letten bij grafieken en tabellen. Allereerst, bepaal het soort grafiek of tabel dat je het beste kunt gebruiken. Als je een groep op wilt delen in percentages, dan is een taartdiagram makkelijk. Wil je echter een trend in een bepaalde tijdsperiode laten zien, dan is een lijngrafiek duidelijker. Het blijft natuurlijk altijd belangrijk kritisch te zijn op de informatie die je gebruikt. Want als die niet klopt, dan is je grafiek of tabel ook nutteloos. Maar zoals je gemerkt hebt, als je echt grafieken en tabellen wil maken, leer een spreadsheetprogramma als Excel. Want werken met zo'n programma leert je veel meer dan ik je in dit korte filmpje kan vertellen. En mocht je het nog een keertje terug willen zien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je, hè? Doei!